Okidoki allemaal, superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Ik had zoiets van, het is wel eens leuk om mijn gepende make-up te laten zien. Dus make-up die ik zoveel heb gebruikt, dat je het metalen deeltje zeg maar laat zien. Veel beauty vloggers doen dat en ik vind het ook leuk. Ik heb het een keer gedaan, maar het is alweer even geleden. Het kan best zijn dat er toen producten in zaten die er nu ook in zitten. Maar ja, weet je, ik gebruik zoveel verschillende soorten make-up. Dus voor mij is het echt een unicum als ik iets opmaak of de pen raak van iets. Ik heb nog nooit in mijn leven een blush opgemaakt, want ik heb zoveel. En ik vind het ook zo leuk om daarmee af te wisselen en mee te experimenteren. En iedere dag iets anders te gebruiken. Dat ik het moeilijk vind om dingen op te maken dan wel de pen te raken. Het zijn er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dat is toch meer dan ik had verwacht voordat ik deze video op ging nemen. Ik denk ik kom tot 5 of zo. In ieder geval gaan we lekker gaan beginnen. Veel kijkplezier. Ik begin even met 2 poeders. Dit is Urban Decay Naked... Naked Skin Ultra Definition Powder Foundation. Dit is een poederfoundation die ik in mijn tas had zitten en dus gebruikt heb om even tussendoor bij te werken. Eigenlijk wil ik hem ook weer in mijn tas gaan doen, want daar was hij eigenlijk perfect voor. En nou zit er dus niks in mijn tas, omdat ik zoiets had van, ja, als ik ga glimmen dan is dat pech, dan haal ik het eraf of ik laat het zitten. En ja, we zien wel, ik kan er doorheen kijken. En we zien wel hoe het komt. Er zat hier zo'n spons applicator dingetje bij, maar ik heb gewoon een klein kwastje dan in mijn tas zitten. Vind ik eigenlijk fijner. En dit is echt wel ook wel een dekkende poederfoundation. Maar ik vind hem eigenlijk vooral gewoon fijn om even bij te werken. Hij is nou trouwens ook iets te licht. Dus misschien was dat wel de reden dat ik hem uit mijn tas heb gehaald. Ik weet het niet meer. Maar deze is wel heel erg fijn. Dan heb ik een poeder van MAC, de MAC Studio Fix. En deze heb ik gekocht met Daphne in Amerika in de MAC Store in Times Square. Oh, ik wil zo graag nog een keer terug naar New York. Zoals je ziet, een flinke pen. Hij is eigenlijk meer op dan... er zit minder product in dan dat de pen groot is, laat ik het zo zeggen. En ik gebruik deze vooral om even bij te poederen. Ik gebruik eigenlijk een poeder van Laura Mercier of van Nikia Joy of eentje van Essence. Gebruik ik ook veel om een foundation zeg maar te poederen, af te poederen. Maar deze vind ik vooral fijn om even nog wat na te poederen. Of als ik merk dat mijn poeder zeg maar wat cakey is geworden, dan gebruik ik deze om dat even recht te trekken. En hij is bijna op en ik wil eigenlijk ook nog een project pen op gaan nemen voor de rest van het jaar. We hebben natuurlijk nog een half jaar voordat 2021 over is. En ik denk dat ik deze dan in ga doen. Want er zijn ook best wel make-up producten die ik op kan maken. Dus moet ik even gaan kijken. Dan hebben we gezichtsproducten waren dit al, maar bronzer, foundation, of bronzers, blushes en zo. Ik heb hier een duootje van Makeup Revolution. Dit was een limited edition, maar is volgens mij vast geworden. De Renaissance Glow. En dit vind ik vooral een hele fijne, ik heb alleen in de bronzer de pen geraakt. Omdat het een mooie, koele, bronzerachtige kleur is. Je zou hem bijna als contourkleur kunnen gebruiken, waar ik hem eigenlijk ook meer voor gebruikt heb. En ik vind hem ideaal. Ik wil hem eigenlijk meteen dadelijk weer in mijn everyday bakje gaan doen. Want ik was dus aan het zoeken naar in mijn stash. En ik denk van, oh ja, die wil ik weer gaan gebruiken, want ik vind hem super fijn. En hij is dus wat koeler en dat vind ik prettig voor te contouren. Maar je kan hem eigenlijk ook wel als bronzer gebruiken. Ik heb van 2 blushes de pen geraakt. Een Charlotte Tilbury blush en eentje van Dior. Dior is de kleur Rose Sherry. En dit is een hele mooie, ja. Ja, ik snap wel wat ze bedoelen. Roos en kersen. Roos en kersen. Het is een beetje een warmere kleur. Hij is wat rozer dan Naked Orgasm. Of Naked Orgasm dan Nars Orgasm. Ik heb, als je me volgt, weet je dat ik een hekel heb dat mensen altijd die vergelijking maken. Maar toch doe ik het zelf ook. Want blushes kunnen op zichzelf ook heel mooi zijn. Hij is in ieder geval wat warm. Maar toch ook wel wat rozig. En ik vind hem gewoon heel mooi. Maar dat mogen duidelijk zijn. Hij komt zo wat koeler over. Maar op de wangen komt hij wel wat warmer over dan dat hij nou op de hand zwart is. Maar het mogen duidelijk zijn dat ik hem heel mooi vind. Want anders had ik er nooit, never nooit de pen in geraakt. En dit is ook zo'n favorietje. Cheek to Cheek. Ecstasy Blusher. Ecstasy is de naam van Charlotte Tilbury. En dit is ook zo'n veelgebruikte gast. Ja, vooral hier het hoekje. Terwijl ik dat niet echt, op dacht als van, oh, ik ga daar extra dopen om mijn pen te raken of zo. Maar ik vind hem zo mooi. En deze is ook ja, wat neutraler. Het is die onderste. Hij kan voor warme looks, hij kan voor koele looks. En ja, alleen daarom vind ik het al gewoon ontzettend mooi.
Ik hou hier wel van. En vooral ook de combinatie van het middelste gedeelte met het buitenste. Die buitenste rand vind ik mooi. Deze zat er de vorige keer ook in. Dit is W7 Glow Motion Shimmer Highlighting Eyeshadow. Highlighter en eyeshadow. Dus nou, ik moet zeggen, ik gebruik hem alleen als highlighter. Want dit is serieus mijn favoriete highlighter ooit. Heeft ook in mijn all-time favorieten gezeten. En ik gebruik hem de laatste niet zoveel meer. Omdat ik ook weer, ja, wederom andere highlighters heb. Maar hij is zo mooi. Ik vind hem mooier dan NARS Albatross die ik verkocht heb. En het is ook te zien dat ik hem heel mooi vond. Heb ik nog 3 oogschaduw dingetjes. 2 paletten. Ook oogschaduw paletten heb ik veel te veel. En vind ik dus ook moeilijk om de pen in te raken. Omdat ik gewoon heel vaak andere oogschaduw paletten gebruik. Hier zie je in de kleur Bonfresco een minuscuul pennetje. Oh, hij zou wel wat groter geworden. Dan in mijn geheugen. Dit palet gebruik ik heel graag en heel vaak. En deze gebruik ik dan als overgangskleur. Dus daar gebruik je gewoon wat meer van. Het verbaast me eigenlijk dat ik niet in de kleur Burnt Orange ook een pen heb gemaakt. Of in die kleur Golden Ochre of Raw Sienna. Want die gebruik ik dus heel vaak als overgangskleur. En daar gebruik je gewoon wat meer van. In verhouding het meeste, denk ik. Dan een make-up Revolution paletten die helemaal vies is en beschadigd en eigenlijk gewoon oud, maar ik vind hem gewoon zo fijn. Ik heb de originele van Kat Von D gehad, maar die vond ik niet fijn. Misschien dat het gewoon een wat oudere versie was, want die was toen ook in de aanbieding bij de Sephora. Voor €25 heb ik hem toen gekocht, die was in de sale en ik vond die echt niks. Maar ik denk dat gewoon dat palet gewoon oud was. Ik heb 2 pennen geraakt hierin, dus dat is dan ook meteen een 2-in-1 product. En deze gebruik ik heel vaak om een oogschaduwbasis te zetten. En deze ook als overgangskleur. En ook dit palet heb ik gecombineerd met andere looks, zeg maar. En dus dat ik hier de overgangskleur uitpikte en dan met een ander palet verder ging. Want dit is gewoon een hele mooie overgangskleur voor warme looks. Niet te donker, niet te licht, echt precies goed. En ja, dat vind ik gewoon een heel mooi iets. Dan het laatste product is een MAC Paint Pot. En dit valt ook onder de categorie pen, toch? Bear Study is het. En ja, dat is gewoon een hele mooie whiskertje. Waar zit je weer herrie te maken? Een hele mooie basiskleur voor op het ooglid. Voor een dagelijkse look. Blijft heel de dag zitten. Ik vind, ja, die paintpots vind ik sowieso heel fijn. Je hebt ze tegenwoordig ook van goedkopere merken. Onder andere Elf heeft ze en NYX. Maar deze gebruik ik gewoon heel vaak. Ik ben bang dat ik hem wel een keer op zou moeten maken voordat hij niet meer goed is. Want dat zit er wel aan te komen. Heb ik dan alles laten zien? Ja, ik denk van wel. Dit waren mijn 9 producten waarvan ik de pen heb geraakt. Ik wil je bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je het heel erg leuk vond. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. Doe een duimpje omhoog. En vergeet me niet te volgen op Instagram. @vrouwtjesmakeupx. Ik ben even niet zo fanatiek op Instagram. Maar ook even niet op YouTube. Want ik ben in mijn vorige video heb ik al een keer verteld dat ik gewoon dood en dood en dood moe ben. En ja, ik moet gewoon echt even weer energie opdoen. Heel erg bedankt voor het kijken. En graag tot de volgende keer. Doei!